ga je laten zien hoe je een watermeloen op een leuke en snelle manier kan snijden en serveren. Let op. Ik heb een halve watermeloen. Dan pak ik een schaal die ongeveer net zo groot is als de watermeloen. Hou er rekening mee dat de schil er nog afgaat en dat die dus iets kleiner wordt. Nou, deze past precies. Dan snij hem vanaf de top. Kijk uit voor je vingers, dus altijd van je afsnijden. Ga je de schil eraf snijden. En dan snij ik hem eerst in plakjes. Het is trouwens lekker als je de watermeloen, als je koelkast groot genoeg is, even een nachtje in de koelkast legt. Dan is hij lekker koud. Zorg dat hij goed bij elkaar blijft. En dan zet je de schaal erover. Zo. En draai het geheel met snijplank en al om. Snijplank eraf. Even goed in de schaal drukken. En dan kan je gewoon partjes watermeloen eruit trekken.